Ik ben Michiel Lucassen, docent hier op X11, School voor Graaf en Media. Een kleine VMBO-school in Utrecht voor leerlingen die de creatieve kant op willen. Vandaag zijn leerlingen bezig met de lesserie Fab School. In samenwerking ontwikkeld met Rotslab en een collega hier op school. En wat de leerlingen aan het doen zijn, is eigenlijk een creatief proces waarin zij vervolgens ook echt een product maken en presenteren. Vandaag zijn de leerlingen bijvoorbeeld begonnen met het oprichten van hun eigen ontwerpbureau, waarmee zij nou ja, natuurlijk een eigen naam bedenken voor hun bedrijf. Ze denken na over welke kwaliteit hebben we, waar zijn we goed in, waar ligt onze kracht. En dat pitchen ze vervolgens om mij als docent te overtuigen dat zij en sterk zijn en ook voor een bepaalde doelgroep een opdracht kunnen doen. Een FabSchool is denk ik een interessant programma omdat het eigenlijk ook voor beide machines kijkt naar creativiteit en zoekt naar manieren waarop je heel snel van een idee, een creatief idee wat in je hoofd zit, tot een werkend, tastbaar prototype kunt komen. Dat gaat in essentie over empowerment, de manier waarop leerlingen dus echt in staat zijn om zelf met de machines die tegenwoordig echt heel open en toegankelijk zijn, zoals 3D-printers, lasercutters, borduurmachines, vinylsnijders, heel snel van idee tot tastbaar prototype kunnen komen. Vervolgens krijgen zij een brief van een bedrijf. Er zijn verschillende bedrijven, hebben we daarvoor uitgekozen, die aansluiten bij de belevingswereld van de leerlingen. Waarvoor zij vervolgens een product moeten gaan ontwikkelen. En dat moet dan echt gebeuren vanuit een ontwerpproces, een ontwerpgedachte. Waarbij het vooral gaat over niet of het kan, maar vooral hoe moet dat eruit zien, stel dat het kan. Ik denk dat het heel belangrijk is dat makerspaces een natuurlijke plek krijgen binnen het onderwijs. Waarom? Omdat makerspaces één op één gelinkt zijn aan het principe van creativiteit en de manier waarop creativiteit een plek zou moeten krijgen binnen het onderwijs. Creativiteit begint met een open blikveld naar de wereld om je heen en een diep geloof in de maakbaarheid van jouw werkelijkheid, jouw realiteit. En een makerspace ondersteunt dat, geeft vorm aan ideeën en stelt je echt in staat om eigenaar te zijn van het ontwikkelen en het realiseren van je eigen idee tot tastbare, werkelijke prototypes, tot dingen waar je in gelooft. Ja, er zitten eigenlijk een aantal verschillende componenten zitten in zoals wij het nu gebruiken, zoals we het volgend jaar nog veel meer willen gaan doen. Dat is in eerste instantie, zit het zowel uit het creatieve als vanuit de 21st century skills. Dus je hebt natuurlijk het ontwikkelen van de creativiteit, wat ook binnen de 21st century skills hoort. Maar ook de grafische sector zelf, waar leerlingen naartoe gaan. Nou, volgens mij hoort daar 3D-printen ook bij. Je ziet dat dat steeds groter wordt, dus daar moet je als school ook op inspelen. Je moet als school volgens mij aansluiten op zowel de belevingswereld van de leerlingen als op de maatschappij van de toekomst. En daar moet je een soort link tussen zien te vinden. Daarnaast denk ik dat FabLab ook raakt aan een ander proces. Wij als mens lijken de touch, de verbinding wat verloren te zijn met hoe producten worden gemaakt. En eigenlijk staat een makerspace, staat FabLab, staan die nieuwe maakprincipes ook voor een ontwikkeling waar we weer durven kijken naar producten en met name wat er in producten zit, hoe producten gemaakt worden. En op het moment dat we weer eens producten open durven te maken en te kijken hoe ze gemaakt zijn, dan leren we de systemen daarachter snappen en kunnen we daar controle over nemen. En ik denk dat dat een heel duidelijk principe en een belangrijke meerwaarde is van makerspaces. Niet alleen maar eigenaarschap, maar ook een bepaalde mate van activisme en een bepaalde mate van ownership die verder gaat dan alleen maar leren hoe een afstandsbediening wordt gemaakt. Ik denk, zeg maar inderdaad, ontwerpleren, het leren kijken naar de wereld op een ontwerpmanier, is eigenlijk, als je echt diep daarop in gaat kijken, is vooral het nadenken over waarom zijn dingen zoals ze zijn en als ze zo zijn, hoe kan ik daar iets anders van maken? Hoe kan ik de wereld iets mooier maken? En dat gaat niet alleen over producten maken, maar het gaat ook over jezelf. Het gaat ook heel erg over hoe kun je nou zelf jouw rol in de maatschappij als leerling of jouw leven, hoe kun je dat nou zelf vormgeven? En dat is iets wat natuurlijk voor deze leerlingen aanspreekt, omdat het heel erg gaat over het digitaal en op papier ontwerpen. Maar het grote plaatje, dat is volgens mij voor elke school interessant. Voor elk type leerling is dat iets interessants.